We gaan onze eigen studenten in Nederland aanbieden van nou, als je nou eens een keertje heel lang met goed weer wil vliegen, dan ben je welkom op Bonaire, hè? Want hier schijnt de zon toch echt even iets vaker. Maar wat we heel graag willen is natuurlijk ook lokale studenten opleiden. Mensen die hier al wonen of op de eilanden hier. Misschien ook wel uit Zuid-Amerika of Noord-Amerika. Ja. Dus dat willen we bieden. En dat kan ook, want wij zijn straks een van de weinigen die onder Europese regelgeving mensen kunnen opleiden. Maar wat we natuurlijk heel graag willen is Jacinto. Maar we zoeken nog zeker partnerships met bijvoorbeeld scholen, universiteiten, mbo, lagere scholen. We willen heel graag zoveel mogelijk van het lokale gebeuren betrekken bij ons avontuur. Dat hebben we in Nederland ook gedaan. Het zijn allemaal lokale en regionale partijen. Er zijn geen clubs van buitenaf. En datzelfde zoeken we hier ook. Want we merken dat als je juist die lokale partijen erbij betrekt, dan kun je versnellen. Want dan krijgt iedereen daar een heel goed gevoel bij. Als jij komt en je zegt, nou, ik neem alles al mee, dan heeft eigenlijk niemand daar echt iets aan. De toeristische sector is ook een van hun? De toeristische sector is zeker een van hun. We praten natuurlijk met een hele hoop mensen uit de toeristische sector. En laten we wel wezen, onze studenten moeten ergens slapen. Onze instructeur moet toch ook ergens wonen. Als het heel goed gaat, komen er meer vliegtuigen. Ja, dan wordt het van alles meer. Dus wij hebben zeker daar ook de hulp van nodig, ja. Evert-Jan, waarom is elektrisch vliegen technisch gezien belangrijk voor Bonaire? Nou, wij geloven in een stil en schoon luchtruim waarin iedereen kan en wil blijven vliegen zonder enig schuldgevoel. En wij denken ook niet dat er per se minder gevlogen moet gaan worden, maar vooral anders gevlogen moet gaan worden. Op Bonaire en wereldwijd. En ik denk dat hier op Bonaire, kunnen we dat al heel goed laten zien. Straks hebben we ook in Teug gedaan. De omwonenden van het vliegveld hebben daar gewoon geen klachten over ons. Want ze horen ons niet. We stoten niks uit. We willen natuurlijk groene stroom laden. He, dan zijn we volledig CO2-neutraal. En zo kunnen we mensen toch enthousiasmeren voor de luchtvaart en een beetje die negativiteit daar weghalen. Wij vinden ook niet per se dat er minder gevlogen moet worden. Je moet wel gaan nadenken over wanneer pak je een groot vliegtuig. Maar wij vinden dat je het vooral anders moet gaan inkleden. En dat is wat wij doen en dat gaan we hier doen. En dat gaan we hopelijk op nog heel veel andere locaties wereldwijd ook doen. En als dan zoveel mogelijk bedrijven volgen, zijn we daar heel blij mee. Nou, voor ons, zeker als TCB, zijn we ontzettend blij met deze bevordering van de plannen. Maar ook de announcement dat dit op Bonaire een plaats zal vinden. De keuze voor Bonaire, volgens mij, was ook heel makkelijk voor het team van eFlight. En waarom? Omdat onze visie zeker past binnen de kaders wat ook eFlight voor staat. Dat betekent de duurzame groei, maar ook duurzame ontwikkeling van bedrijven. Maar ook van wat zij eigenlijk aanboren. Dus dat betekent, wat zij nu hebben gepresenteerd, is het elektronische vliegen, maar ook het hier het hub maken, dus je hier dat eigenlijk het testen kan doen, maar ook los van dat het trainen van piloten, et cetera. Dus en dat betekent de nieuwe movement in de wereld, dat we overgaan ook van auto's, naar elektrische auto's, maar ook naar vliegtuigen die dan eigenlijk elektrisch gaan vliegen, dan past het zeker in een duurzame ontwikkeling dat Bonaire zeker voor staat. En dit dan ook meegenomen wordt als een van de projecten die in deze visie eigenlijk zijn bijdrage mag leveren. Voor het toeristenbureau, zeker vanuit de toeristische hoek, zien wij dit ook als een mooie PR-stunt voor het eiland. Maar we zien al alleen maar de toekenning of alleen maar het announcen van dat eFlight naar Bonaire komt, heeft al een internationale media geïntrigeerd, maar ook aangepakt om meer van Bonaire te kunnen lezen en weten, maar ook van het project. Dus voor ons is het ook een heel mooi moment om op een andere manier Bonaire te laten belichten, los van onze maanden en decennia, jarenlang van het onderwater natuur die we eigenlijk bekend voor staan. Ook met dit soort projecten, wat dan eigenlijk het land van Bonaire ook mooier maakt.